Hey en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zoltrex, de enige echte natuurlijk. Nou, het afgelopen weekend zijn we niet naar de kermis geweest. Het was het slecht weer, het was koud. Het was guur, het was... ik was moe, ik was op. Ik had geen energie meer. Ik was helemaal op en het weer was ook echt heel erg slecht. Dus we hebben helaas de kermis deze week moeten overslaan. Volgende week dan gaan we sowieso wel naar de kermis. Want er komt er ook weer een hele grote kermis komt eraan. En dat is aankomend weekend. Dus blijf het kanaal in de gaten houden. Want er komt dus weer een hele grote, kermis. Review komt eraan op mijn kanaal. Nou, in ieder geval, het was wel jammer. Ik baalde er wel ontzettend van dat ik niet mee kon naar de kermis. Maar Ricardo is geweest. Dus willen jullie toch die drie vlogs even gaan bekijken welke drie kermissen ik overgeslagen heb. Kijk eventjes op het kanaal van RVL1993-0181. Je kunt hem ook zien bij aanbevolen kanalen. Kijk eventjes, like even zijn video. En als je nog niet geabonneerd bent op Ricardo, abonneer even op Ricardo. Hij doet ook heel veel Call of Duty, doet hij. Hij heeft heel veel kermisreviews. Niet zo van die lulvideo's. Als je die lulvideo's van mij een keer zat bent, blijf gewoon op mijn kanaal kijken. Ja, ik wou zeggen, ga naar Ricardo. Maar dan heb ik het zelf gekeken eens meer. Dus, maar in ieder geval, Ricardo die maakt echt video's van de kermis zelf. Niet het praten ertussen. Geen rijtjes ertussen door. Gewoon echt de kermis. Hoe de kermis beleven. Kijk ook eens een keer op RVL1993-0181. Toffe gozer Ricardo. En abonneer even op hem. Zou die wel ontzettend leuk vinden. Hij is ook druk. Is die op YouTube aan de weg aan het timmeren. Dus abonneer eventjes op zijn kanaal. Zou ontzettend leuk zijn. Heb je er weer een paar abonnees bij. En je kan hem dus daarmee ook mee steunen. Zorg ervoor dat hij ook richting de 500 abonnees gaat. Want dat heeft hij echt verdiend. Nou, deze week in ieder geval proberen heel hard door te komen. En dan aankomend weekend weer naar de kermis toe. Want er komt dus een hele grote kermis aan. En we gaan als het goed is nog een paar andere kermissen gaan we ook doen. Dus hou het kanaal zeker weten in de gaten voor meer content. Komen dus weer kermisvideo's aan. Ik wil binnenkort weer een keer weer naar de Efteling. We zijn natuurlijk pas geleden naar de Efteling geweest. Maar ik wil eigenlijk binnenkort weer een keer naar de Efteling gaan. Want het pop-up sprookje is er. Dus dat wil ik wel eventjes gaan filmen. Dat is ter gelegenheid van het zoveeljarig bestaan van de Efteling. Het is een beetje donker hier in huis. Ik zal even wat licht aangooien. Zo, dan zien we wat beter. Dus ik heb eigenlijk niet veel meer te vertellen. Dat wou ik even vertellen. Vorige vlog was ook al een mededeling. Vlog was ook niet zo lang. Dit is ook weer zo'n hele korte. Maar het moet wel even gezegd worden. Dat er dus, ondanks dat ik niet geweest ben, moet je gewoon op het kanaal geabonneerd blijven. Want er komen nu wel geen kermisvlogs aan. Maar binnenkort komen er echt weer kermisvlogs aan. En dan gaan we weer knallen. En dan gaan we weer lekker live in première. Gaan we naar de kermis los kijken. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe een duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen de groeten van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. En dan gaan we weer knallen. Groetjes. Bye bye. Tot de volgende. Fijne avond, middag of avond. En middag. Nee, fijne ochtend, middag of avond. En ik spreek jullie allemaal. En laat ook eventjes aan al je vrienden, vriendinnen, ooms, tantes, neven en nichten eventjes dit kanaal achter. Zodat ze ook abonneren op mijn kanaal. Dan gaan we op weg naar de 2000 abonnees. Jongens, groetjes. Hoi.